Mijn naam is Johannes van der Bank en normaal gesproken spring ik niet zomaar zo soepel uit een vrachtwagen, maar dit keer wel. Dat komt omdat ik super enthousiast ben over een inspiratie-event Samenleven in Ede, waar ik jullie gastheer van mag zijn. Zoals je misschien wel weet gaat superveel veranderen in de zorg. Per 1 januari 2015 komt veel meer van die zorg bij de gemeente te liggen en ook bij de mensen zelf. En dat vind ik dus best wel spannend. Het gaat nog meer om samenwerken en om samenleven in die samenleving. Spannend ook omdat mijn beide ouders al best wel oud zijn en heel veel zorg nodig hebben. Alsjeblieft. In Ede zijn er al nieuwe samenwerkingen en heel veel nieuwe initiatieven. Initiatieven waar mensen de handen ineens slaan en met elkaar gaan samenwerken om anderen uit de brand te helpen. En ik denk op het inspiratie-event is het dé plek om dat soort initiatieven te horen, zelf geïnspireerd te raken en andere mensen te inspireren. Een van de initiatieven die ik zelf heel tof vind, heet de verhuisfamilie. Ik sta ook niet voor niks voor een verhuiswagen. Bij de verhuisfamilie is het zo dat professionals en vrijwilligers van Stichting Present de handen ineens slaan om anderen te helpen. Het gaat dan om ouderen die geen geld hebben en geen kans om zelf te verhuizen, maar wel moeten verhuizen, bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis. Zo'n initiatief zie je ook op 26 september terug en nog vele andere. Ik heb echt super veel zin om op 26 september dit allemaal mee te gaan maken en naast de verhuisfamilie nog al die andere initiatieven te beluisteren, te horen en ook anderen te ontmoeten. En ook jou en ook jullie te ontmoeten. Voel jij het zelf en heb je daar ook zin in? Dan vraag ik je om 3 uur op 26 september in de schuilplaats in Ede te zijn. Wil je nou meer informatie? Dan kijk je op www.ede.nl/samenlevenin Ede. Ik zie je dan! Ho, 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 ho.